allemaal en welkom bij deze nieuwe video. Ik neem het even nu op, want ik denk dat ik morgen helemaal dood ben. Morgen is namelijk de Go Social Party. En ik ga daarheen samen met Jessie van het account WolfsXJessie. En Jessie heeft daar een stand. En die had nog wat ruimte over, dus ze mag ook wat touwhalsers meenemen. Maar dat betekent dat we er heel vroeg moeten zijn om een stand op te bouwen. We moeten er om 7 uur zijn. En het is best een stuk rijden, dus we moeten om 5 uur hier weg. Dus ja, dat wordt vroeg opstaan. Dus ik denk, neem het nu alvast op. Voordat, want ik weet niet of ik morgen daaraan toe kom met mijn slaperige hoofd. Voor de mensen die misschien mij niet op Instagram volgen. Ik ben verhuisd. Ik woon nu op mezelf. Ik ga nu niet een hele tour doen. Dat ga ik wel een ander keertje doen. Maar ja, dan weet je er even van. We lopen even naar mijn werkkamer. Want daar heb ik alles klaargezet wat ik morgen mee ga nemen. Ik ga dit allemaal meenemen. Het lijkt heel erg weinig, maar het is dit hele volle rek. Met ja, heel veel touwhalsters. Dus ik ben benieuwd wat wordt verkocht. Dat neem ik dus morgen mee. En ja, ik denk dat we best gewoon kunnen doorskippen naar morgen. Dus ik zie jullie morgen met waarschijnlijk een iets minder wakker hoofd dan nu. Goedemorgen. Nou, dit is mijn prachtige niet wakker hoofd. Ik heb al wel ontbeten, mijn haar gedaan, mijn make-upje. Dus als het goed zie ik er wel een beetje levend uit. Maar het is nu 5 uur en dat betekent dat ik zo de auto instap. En anderhalf uur naar Deurne ga rijden. Dus ja, ik heb er heel veel zin in en ik zie jullie daar. Nou, daar was ik toch wat eerder. Ik ben met de auto, de elektrische auto van mijn moeder. Wat heel erg fijn is overigens dat ik die kan lenen. Alleen begin, omdat het nog geen 6 uur was, mochten we 120 op de snelweg. En toen ging de accu er toch best snel doorheen. Dus hij was leeg. Of nou ja, zo goed als leeg. Ik had al 30% volgens mij. Dus ik ging op zoek naar zo'n oplaadpunt. Ik reed erheen en toen was er geen oplaadpunt. Zeg maar, ze waren aan het verbouwen, maar het stond niet online beschreven. Dus dan had ik stress. En nu uiteindelijk met nog 10% over ben ik bij een ander oplaadpunt. Dus de auto zit nu in de lading. Maar ja, dat had ik eigenlijk niet helemaal ingecalculeerd. Dus nu moet ik nog 30 minuten wachten tot het klaar is met laden. En dan moet ik nog 40 minuten rijden. Dus ja, ik kom nog een beetje laat aan. Dus hopelijk kunnen Jessie en Helen even snel helpen met alles uitladen. En dan kunnen we snel alles inzetten. Dus ik weet niet wat ik straks nog kan filmen qua stand opzetten. Maar ik zal vast filmen als het helemaal klaar is. Dus ja, het is een beetje stress op deze ochtend. Maar het wordt vast een hele leuke dag. Hallo, we zijn er. Yes. En we hebben al de eerste dingen verkocht. Ik ben zo blij. Het ruimt lekker op, jongens. Echt wel. Kijk. Dus hier zitten we de hele dag. En de muziek is niet zo mijn ding. Ik ga helemaal los. Dat is echt mijn ding. Nee, niet zo mijn ding. Ik ga Brit de hele dag lastigvallen met deze muziek. Hele dag zingen. Rip mij, rip mij. You were my best friend. Didn't care about the rules, good on the weekends. I'll be in fools, drifting to deep space. So brave and so stupid, just like the movies. I was gonna stay in the fight with you. Just thinking we would do this until we couldn't do it. Each and every high, every high. Mom, wat zijn we aan het doen? Nobody told me to settle down. Day nights and late nights don't get around. But there's something about you, something about you I like, about you I like. You're crazy for saying I should slow down, but maybe I'm escaping the love we found. There's something about you, something about you I like, about you I like. Say the obvious, nobody.
nights I got too high and almost left town. But there's something about you, something about you I like, about you I like. I get too drunk and too scared and lie to you. If only you knew I would die. Nou, ik ben ondertussen aan het laden met de auto, want dan zijn we op de terugweg. Ik heb echt niet heel veel kunnen filmen eigenlijk. Ik ben echt de hele dag druk geweest. Gewoon echt wel chill. Iedere keer als ik net zat, dan kon ik weer wat doen. Dus dat was eigenlijk wel heel erg leuk. Ik heb ook best wel goed, nou ja, verkocht. Dus daar ben ik heel erg blij mee. Het was ook echt heel erg gezellig met Jessie en Helen en Ilona en Elisa. Dus ja, ik heb echt gewoon een topdag gehad. Als het goed is, heeft Mats wel het een en ander gefilmd van de shows. Ik heb zelf eigenlijk niet echt heel erg shows gezien. Dus ik zal gewoon lekker daar even een compilatie aftermovie van maken. Dus dan kun je daar lekker naar kijken. En ja, ik ben nu aan het wachten tot de auto vol is. Dan ga ik naar huis. Of nou ja, onderweg nog even ergens wat eten. Ik denk dat het een McDrive'tje wordt. En dan zie ik jullie straks thuis nog even. En dan zal ik even laten zien hoe weinig ik nu eigenlijk nog over heb. Want het verschil is best wel heel erg groot. Wacht, ik heb dan wel een foto. Kijk, dit is een foto van before. En dit is een foto van after. Nou, het verschil is nogal groot. Dus ik ben heel erg blij met vandaag. Ik ben heel erg moe. Mijn keel doet ook echt zeer van het vele praten. En ik denk dat ik morgen lekker uitslaap. Ik denk dat ik dat wel heb verdiend. En ja... Verder ben ik helemaal tevreden. Dus ik zie jullie thuis nog even en dan sluit ik daar de video af. Gisteravond ben ik thuis gekomen. En ben ik, nou ja, heb ik gegeten en ben ik daarna eigenlijk ingestort. Ik heb, en ik lieg niet, 11 uur geslapen. Dus ik was echt, echt moe. Dus ik sluit het nu de volgende dag nog even af. Bedankt voor het kijken naar deze video. Laat even wat leuke ideeën achter die ik nog meer op mijn kanaal kan laten zien. En vergeet niet te abonneren en deze video even een like te geven. En dan zie ik jullie heel graag volgende week weer. Doei!